omstandigheden. Ik ga het vandaag hebben over een nieuwe geur van het merk Etro. En Etro is een Italiaans merk. En Etro bestaat al jaren. Ze zijn beroemd om hun kleding, om hun accessoires, prachtige tassen, mooi design. Met dat motiefje, ik zal het even laten zien. Hier staan ze bekend om. Dat paisley motiefje. Heel mooi, dat zie je ook op de parfums terugkomen. Ik ga het vandaag hebben over de nieuwe geur en die heet Eau de Boer. En dit is zo'n verrukkelijke geur. Ik vond hem, ik heb hem vandaag op en ik vind hem zo ontzettend goed voor lente en zomer. Man en vrouw. Dus ik heb nu eens een keer netjes de beschrijving erbij. Want ik improviseer altijd een beetje. Maar ik dacht, laat ik het nu gewoon eens even oplezen wat er staat. En eens kijken wat ik er zelf van vind. Nou, ik heb eigenlijk een bril nodig om iets voor te lezen. Ik zal het in het kort vertellen. De samensmelting van landen en culturen. Tijdloze en wereldse elegantie. En een perfecte balans tussen traditie en moderniteit. Vormt de basis van een verrassend ethisch parfum. Dat vind ik altijd al, dat ik denk, ja, mooi, maar ja, en verder. maar goed, de verschillende nuances van Eau de Boer herinneren zowel aan een zomer langs de Middellandse Zee als aan de tuinen van de Maharaja. Kijk, dat vind ik alweer heel erg leuk, want dat ruik je ook. En ik ga zo vertellen waarom. Het is een ode aan de kundigheid van Italiaanse ambachtslieden, gecombineerd met de magie van India. Die de basis vormen voor het fantasierijke verhaal van Eau de Boer. De witte stad van Rajasthan, die uitkijkt over het meer van Piccola. Beter bekend als het Venetië van het oosten, dat weet ik, dat is heel mooi. De geur. Eau de Boer is een goed gearrangeerd ritme tussen warm en koud, staat er. Tussen oost en west en Eau de Boer past zich aan het karakter van de drager. Ja, dat doen alle parfums, vind ik. Of zeker niche parfums. Maar goed, dat is mijn mening. Eau de Boer maakt geen onderscheid in geslacht. Nou ja, dat zeg ik al jaren. Ik vind het ook altijd heel raar. Want een geur vind je lekker of niet. En het heeft er helemaal niets mee te maken of je nou man of vrouw bent. Dat vind ik echt iets heel vreemds. Dat snap ik nooit. In lijn met de filosofie van de familie Etro is er voor Eau de Boer een mix van prestigieuze ingrediënten met de grootste zorg en volgens oude tradities verwerkt, wat heeft geresulteerd in een bloemig en oriëntaals eau de parfum. Ja. De topnoot, dat is bergamot, roze peper en magnolia. Ik ga dat zo van alles over vertellen. In het hart, dus de hoofdrolspeler, zit sambac, jasmijn en gardenia en lotusbloem. En in de basis, daar komt dus dat stevige tevoorschijn. Dus het is niet alleen maar bloemetjes. En in de basis zit patchouli, kashmirhout en musk. Oké, ik ga me bewaaien sprayen. Dit is de flacon. Altijd heel mooi. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is altijd heel mooi met dat motiefje erin. Heel erg mooi. Ik vind het altijd prachtig. Het zegt echt wat over het merk. Het zijn altijd hele frisse geuren, zal ik niet zeggen. Maar het zijn wel hele zuivere, pure geuren bij Etro. Dus het zijn, ik vind het nooit geuren van, ik ga eens eventjes flink een statement maken met mijn geur. Dus ik ga eens eventjes flink 8 uur lang walmen. Walmen vind ik altijd een verschrikkelijk woord, maar zo noem ik het maar even. Dat is niet zo. Etro is altijd beschaafd, is altijd chic, rustig. Het is meer een silage om je heen. Dus het is niet zo dat je echt verschrikkelijk ruikt. En heel veel mensen vinden dat trouwens prettig, hè? Want moet je voorstellen,
je hebt een baan en er zitten allemaal collega's om je heen. En je bent een soort wandelende geurkaars. Ja, het is ook niet altijd heel erg prettig. Dus het is een heel fijn merk. Oké, ik ga vertellen wat ik vind. En ik ga het ook nog een keer op mijn arm doen. Ja, ik vind het dus ook wel weer een inderdaad, die tuinen, die zie je voor je. Maar dat mediterraanse ruik je er toch ook wel heel erg in. Door die bergamot, denk ik. En tegelijkertijd ruik je heel die magnolia, als je weet dat het erin zit. En je weet hoe magnolia ruikt. In combinatie met roze peper vind ik dat wel heel erg mooi gedaan hoor. Ik vind het echt wel heel... Dit is echt weer een voorbeeld van zo'n hele fijne geur. Zo'n allemansvriend die iedereen echt lekker vindt. Man en vrouw, altijd. Dat... Ja. Nu ruik ik heel goed de sambac jasmijn die erin zit, die jasmijn. Dus het wordt een soort... Het is niet zo dat ze mekaars plaats over gaan nemen. Het is niet zo dat de magnolia plaats maakt voor de jasmijn. Of voor de gardenia, want gardenia zit er ook in. Ik ruik wel degelijk gardenia, want het is echt... Dat vind ik altijd zo'n boterbloem. geen boterbloemetje, maar gardenia vind ik... Dat je ziet het ook aan de gardenia zelf. Dat witte, dat is zo'n boterachtig soort heel, heel... apart. En het ruikt ook zo. Het ruikt niet naar boter, maar vol. Ja, vol romig. Velvet, zeggen ze in het Engels. Velvet vind ik een beter woord. Waarom doe ik dit nou niet allemaal in het Engels? Nou, het zal wel angst zijn dat ik misschien voor schut sta met mijn Engels. Nou, de lotusbloem. Dat is altijd een beetje transparante, waterachtige noten in de lotusbloem. Dus dat ruik je ook allemaal samen. Dus het is samen een soort transparante, ja, bloemige sfeer. Maar het verrassende is dan toch het hout in de basis en die patchouli erin. En dat maakt het weer... Dan krijgt het weer grond. Dan krijgt het weer voet aan de aarde, zal ik maar zeggen. Dus inderdaad, deze geur past zich aan jou. En het zal op een man ongetwijfeld anders ruiken dan op een vrouw. En ik vind zeker dat we het allemaal kunnen dragen. Dus gewoon draag wat je lekker vindt. Ik vind het echt een super mooie geur. Dus jullie zouden het echt voor nu, voor het seizoen wat nu komt. Want ik vind het echt wel een beetje de frisse kant op gaan. Dus lekker voor het voorjaar en voor de zomer. Tuurlijk kun je het in het najaar ook dragen. Alles kan, daar gaat het niet om. Ik vond het leuk dat jullie keken. En ik zou het heel leuk vinden als je abonneert. Maar niet alleen voor mij. Als je abonneert op mijn kanaal. Waarom? Er komen regelmatig verlotingen. En die verlotingen zijn altijd... ja, dan moet je de filmpjes hebben gevolgd. Wil je soms iets... Moet je iets voor doen. Dus je moet bijvoorbeeld iets raden. Of je moet filmpjes hebben bekeken. En als je dus abonnee bent, word je automatisch op de hoogte gehouden van wat er gaat gebeuren. Want er komt binnenkort weer een hele leuke prijs aan. Van een heel mooi merk. Die hebben dat aangeboden. Dus ze hebben gezegd, joh, doe dat zo. Dat gaan we doen. Nou, dit was het. En ik hoop dat jullie het nogmaals leuk vonden. En misschien wel krijg ik een duimpje omhoog. Dank jullie wel voor het kijken. Dag!